iets anders. John van Heuvel meldt net bij Crime Desk dat Promes, er is beslag gelegd door zijn neef, het slachtoffer zeg maar, op zijn villa in Utrecht. Ter waarde van 1,2 miljoen en ook nog een bijgebouw van 6 ton. Wat zegt dat in jullie ogen? Of nou, dat zegt dat Ajax heel bewust snel die man weggewerkt heeft, omdat ze de buien zien aankomen. Hè? Ja. Kijk, het lijkt me sterk als de politie je in voorarrest plaatst naar zoiets, dat je volslagen onschuldig bent. En hij heeft zelfs verklaard dat hij er niet aanwezig was. Ja. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Ik heb dat jochie altijd gewantrouwd. Kijk, mannetjes die hun vrouw in elkaar slaan, die zijn tot alles in staat. Maar jij hebt advocatuur gestudeerd. Maar kan ik morgen zo mijn beslag nemen op jouw huis? Ja. Kan dat? Dat kan in sommige situaties. Er loopt nu een zaak tegen. Er is conservator beslag gelegd, omdat hij een schadevergoeding gaat eisen natuurlijk. En in dat kader kun je dan een beslag laten leggen, ja. Dus, maar kan de justitie hem terugroepen uit Rusland? Of kan hij zeggen, ik las de John van Heuvel zei dat er geen uitleververbod was. Maar ik heb weer nagekeken. Volgens mij is er wel een uitleververbod. Alleen, er is geen uitleververbod voor Russische ingezetenen die naar Nederland moeten worden gehaald. Maar voor een Nederlander schijnt het eventueel wel mogelijk te zijn. Heb ik begrepen. Maar mocht hij dat niet doen, dat schetste de Van de Heuvel natuurlijk ook. Dan maakt hij zichzelf onmogelijk. Dan kun je op elk vliegveld worden aangehouden. Dan kan hij nooit meer terug. Nee, dus dat zal hij dan zeker moeten doen. Maar het schijnt dus dat Spartak, dat trouwens dit weekend gelijk verloor van Rubin Kazan, alles afgedekt met verzekeringen heeft. En dat Ajax ook helemaal geen blaam betreft als er nu iets Nou, dan heeft hij nog geluk gehad. Want anders had hij een probleem gehad met de rest van zijn carrière. Ja. Nou ja, dat is nu ook wel een beetje... Maar hebben ze voor hem gehad 11 miljoen, las ik? Nee, 8. Dat kan oplopen naar 11. Als ze met een aantal bonussen, als ze nog kampioen zouden worden... Gekocht voor 15. 16, ja. Nou ja, dat is alweer een paar jaar terug. Ja, 2 jaar. De speler wordt ouder. Ja. Hoop geld nog, toch? Voor zo'n speler. Ja. Nou, goede deal voor Ajax. Ze zijn goed van hem afgekomen. Ja, hartstikke goed. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.